Dit is het TV West Nieuws van maandag 1 december met daarin onder meer. Tweede pluimveebedrijf geruimd in omgeving Zoeterwoude vanwege vogelgriep. Vermeende jihadronselaar vrijgesproken door Haagse rechtbank. En ze zijn er weer af, de snorren van Movember. Dag dames en heren. In Hazerswoude is vandaag begonnen met het ruimen van kippen bij een tweede pluimveebedrijf. De boerderij ligt op een steenworp afstand van het pluimveebedrijf in Zoeterwoude, waar afgelopen weekend vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om een preventieve ruiming. Bij het bedrijf in Hazerswoude is dus geen vogelgriep vastgesteld. Tot de ruiming is overgegaan nadat eerder vandaag duidelijk werd dat op het legpluimveebedrijf in Zoeterwoude de zeer besmettelijke H5N8 variant heerste. Bij dit bedrijf zijn gisteren al 28.000 kippen vergast. Bij het bedrijf dat op dit moment geruimd wordt gaat het om 50.000 dieren. Burgemeester Tjerk Bruinsma is vanmiddag bij de familie op bezoek geweest. Ja, ze zijn natuurlijk heel erg verslagen. Het is op dit moment nog onduidelijk of zij een besmet bedrijf hebben. Maar zij worden preventief geruimd omdat de buren dan wel die besmetting hebben met die vogelgriepziekte. En het is een hard gelag voor hen. Te meer ook omdat zij in 2005 de hele schuur waar nu de kippen in zitten in rook hebben zien opgaan. Dus ze zijn eigenlijk twee keer getroffen. Ja, en bij de afzetting van het bedrijf dat geruimd wordt staat onze verslaggever Mariette Overdiep. Mariette, er is dus nog geen vogelgriep vastgesteld. Waarom moet dit bedrijf dan toch worden geruimd? Dit bedrijf moet toch geruimd worden omdat binnen een straal van een kilometer van een bedrijf zit dat wel besmet was. Het bedrijf dat gisteren geruimd is in Zoeterwoude. En dan is het protocol nou helaas eenmaal zo dat je toch moet ruimen. Ja, nu liggen er nog andere pluimveebedrijven binnen de 10 kilometer zone rond de getroffen boer in Zoeterwoude. Hoe is het bij die bedrijven? Bij twee van de bedrijven waren gelukkig geen kippen op stal, dus daar is niks aan de hand. Een derde bedrijf, daar zijn ze gisteren op bezoek geweest, ze van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze hebben monsters meegenomen en dat bedrijf zou vandaag om 3 uur uitslag krijgen, maar heeft het nog steeds niet. Ja, en Mariette, is nu al duidelijk waar het virus eigenlijk vandaan komt? Ja, als we dat nou eens wisten met z'n allen. Helaas is nog steeds niet duidelijk of het met de lucht meekomt of met de poep aan onze voeten. We tasten nog allemaal in het duister en dat levert heel veel onzekerheid op bij de kippenboeren. Het hek zit dicht en je laat echt niemand toe. In simpele voorbeelden, we zouden met de familie bij mij Sinterklaas vieren. Ja, dat zoeken we een andere locatie voor. Ik neem echt geen enkel risico om iemand op het bedrijf te laten. En dat is dus ja, wel een beetje vervelend. Maar ja, dan ga je ervan uit dat het over de weg aankomt. Kan ook nog door de lucht komen? Ja, ik verwacht niet dat het met inslepen is. Ook met het laatste bedrijf. Ik verwacht echt dat het uit de lucht komt. En in die zin, ja, ik zit in een gebied waar minder watervogels zitten. Minder gebieden waar vogels ook naar de grond komen. En in die zin hoop ik dat ik niet echt in de gevarenzone zit. Het lijkt uit de lucht te komen vallen. En dan lijkt het ook gewoon een soort Russische roulette van ja, wie is de volgende die aan de beurt is. En tot zover de vogelgriep in Zoeterwoude. Ander nieuws dan. Vrijspraak voor de vermeende jihadronselaar Oezama uit Zoetermeer. De 20-jarige vrouw uit Zoetermeer werd door het Openbaar Ministerie verdacht van ronselen voor de strijd in Syrië. Maar volgens de rechter valt dat niet te bewijzen. Vorig jaar zomer kwam ze in het nieuws toen ze korte tijd vastzat en vrienden in actie kwamen voor haar vrijlating. Dat Oezama, of Shukri F, zoals ze heet, de radicale islam aanhangt, dat is volgens de rechter wel duidelijk. Maar ze heeft niet geworven voor de gewapende strijd. De twee vrouwen bijvoorbeeld, die ze heeft overgehaald, zijn in Syrië getrouwd met een strijder. Maar dat is niet strafbaar. Kijk, de rechtbank acht bewezen dat zij twee vrouwen heeft gestimuleerd om naar Syrië te gaan, om daar met zo'n strijder te trouwen. En de rechtbank zegt, ja, naar Syrië gaan, daar trouwen met een strijder en vervolgens voor die strijder gaan zorgen. Dat levert niet op dat je direct deelneemt aan de gewapende strijd. En daarom is ze vrijgesproken. Haar man en ex-man die naar Syrië zijn gegaan, zijn volgens de rechter niet door haar geworven. Ja, het gaat om haar ex-man en haar huidige man naar islamitisch geloof. Van die ex-man blijkt niet in het dossier dat zij iets heeft gedaan om hem aan te zetten om daar naartoe te gaan. Haar huidige man was zelf al van plan om te gaan en er is één chatbericht waarin zij me na het aanspoort om inderdaad te gaan. Maar daarvan zegt de rechtbank, ja, dat is onvoldoende om te zeggen dat je strafrechtelijk gezien iemand hebt geronseld. De man van Shukri, de 20-jarige Maher H. uit Amsterdam, is vandaag wel veroordeeld.
3 jaar cel voor het afreizen naar Syrië. Het is de eerste teruggekeerde Syriëganger in Nederland die is veroordeeld. Vreugde dus bij het OM. Maar de vrijspraak voor Shukri is toch geen lekkere start. Er komen binnenkort nog meer mensen die hebben geronseld voor de rechter. Wij hadden natuurlijk liever een veroordeling gezien bij mevrouw, laat dat duidelijk zijn. De rechtbank heeft in grote lijnen uitleg gegeven waarom ze vinden dat het een vrijspraak moet worden. We zullen het vonnis op dat punt echt nog uitvoerig bestuderen. Maar er zijn al nu wel punten waarvan wij zeggen, nou, dat is misschien wel goed om dat aan een hoge rechter voor te leggen en om dat dus verder uit te procederen. Ja, en vandaag stonden ook nog 4 andere ronselaars voor de rechter. Ze zouden in Den Haag hebben samengewerkt om mensen te ronselen voor de strijd in Syrië. Hun strafzaak wordt volgend jaar behandeld. Morgen beslist de rechter of ze dat proces in vrijheid mogen afwachten. De demente vrouw die eind oktober 's nachts wegliep uit verzorgingshuis De Aarhoeve in Langeraar is waarschijnlijk de lift ingeslopen en zo naar buiten geglipt. Dat is de conclusie van het onderzoek naar haar verdwijning van een gesloten afdeling. De 67-jarige vrouw liep eind oktober weg van de gesloten afdeling. Waarschijnlijk is ze op het moment dat iemand eruit kwam de lift ingeslopen. Beneden is ze vermoedelijk via een nooduitgang naar buiten gegaan. De volgende ochtend werd de vrouw na een grote zoektocht door de politie dood aangetroffen in een sloot in Ter Aar. Het onderzoek toont aan dat de demente vrouw in elk geval niet een gewone deur heeft gebruikt. Weidezorg heeft extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Gouda-Noord ontstaat steeds meer ophef over de mogelijke komst van een islamitisch centrum met een moskee. Die moeten komen in de oude Prins Willem-Alexander-kazerne. De kazerne staat al 10 jaar leeg en er zijn verschillende plannen, waaronder dus de komst van een islamitisch centrum. Maar daar zit de buurt niet echt op te wachten. Inmiddels is er een actiegroep opgericht en zijn bewoners een petitie gestart. En die is inmiddels al bijna 1500 keer getekend. Een school voor moeilijk lerende kinderen en de gehandicaptenzorg. Die twee organisaties waren bekend bij de buurt als nieuwe bewoners van de Prins Willem-Alexander kazerne. Maar van de mogelijke komst van het islamitisch centrum zijn de buurtbewoners door de gemeente niet officieel op de hoogte gesteld. En daarom starten ze de petitie Gouda Noord zoals het hoort. Want zo kan het niet verder, vinden ze. Nou ja, chaos. Hou het daar maar even op. Het lijkt wel of het bestuur hier een soort projectontwikkelaar is geworden om één ding erdoor te trekken. Volgens Edward Uitenbroek, initiatiefnemer van de petitie, is er simpelweg geen plek voor een nieuw groot islamitisch centrum met ruimte voor 1500 bezoekers. Men vreest dat het een enorme chaos wordt. We hebben al voetbalterreinen hier, we hebben heel veel sportverenigingen, 5 scholen, al die scholieren komen hier langs. We hebben al enorme parkeerproblemen. Van al die activiteiten die hier zijn, ook van de scholen zelf, als er een avond is of wat dan ook. En scholen verhuren vaak hun lokalen ook. Dus ja, hier is gewoon de ruimte niet om zoiets groots in te passen. En hij is niet de enige die er zo over denkt. De petitie die hij 2 dagen geleden online zette, is al bijna door 1500 inwoners van Gouda ondertekend. De gemeente heeft zelfs een dreigbrief ontvangen, maar daar staat Edward totaal niet achter. Nou, dat is echt compleet stijlloos. Kijk, het is wel zo dat het een bestuurlijke chaos is en heel veel dingen zijn echt niet in de haak, zeker het democratisch proces. En ook de ruimtelijke ordening, daar vraag ik me echt af hoe dat zit. Maar we gaan geen dreigbrieven sturen en het is, wij doen het allemaal netjes en op een democratische manier. De gemeente Gouda laat in een reactie weten de komst van het islamitisch centrum en de gevolgen daarvan te onderzoeken. Begin januari hoopt het college meer duidelijkheid te kunnen geven. 4 verdachten van een overval op 27 mei van dit jaar op Café Het Plantsoen in Leiden zijn veroordeeld van 2 tot 3 jaar cel. De hoogste straf is voor de mannen die hebben geschoten bij de overval. De 4 mannen zouden volgens het Openbaar Ministerie de overval hebben gepleegd omdat ze wisten dat in het café regelmatig om duizenden euro's werd gepokerd. De overval mislukte omdat het publiek zich tegen de overvallers keerde. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg komt morgenavond bij elkaar voor een extra vergadering over de bestuurscrisis. Gisteravond zegde de grootste coalitiepartij, Gemeentebelangen, het vertrouwen op in de VVD. Dit vanwege de enorm kostenoverschrijdingen bij het project Duivenvoorde Corridor. Het bouwproject gaat de gemeente namelijk 15 miljoen euro extra kosten. Gemeentebelangen vindt dat de VVD hier verantwoordelijk voor is, omdat het project de afgelopen jaren steeds in handen was van wethouders van die partij. Gemeentebelangen wil nu een nieuw college gaan vormen zonder de VVD. De collega-coalitiepartijen, VVD en D66 zijn verrast door het besluit van Gemeentebelangen. Zij gaan zich nu beraden op hoe het verder moet.
Er komt een extra ontslagronde bij KPN, dat melden bronnen aan RTLZ. Het telecombedrijf gaat hard ingrijpen op het hoofdkantoor aan het Maanplein in Den Haag. Eerder dit jaar werd bij de zakelijke tak van KPN al een reorganisatie aangekondigd, waarbij 500 banen moeten verdwijnen. De nieuwe ontslagronde komt daar nog bovenop. Het voormalig Ibis Hotel in Leiderdorp wordt omgebouwd tot een hotel voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Het complex stelt 68 kamers en naar schatting is er plaats voor ongeveer 100 arbeiders uit met name Polen en Hongarije. En niet iedereen is daar even blij mee. No to proszę wejść na recepcję, zaraz przygotuję formularz panu i pan się do nas zamelduje, dobrze? Aan de receptie van het voormalige Ibis Hotel aan de A4 in Leiderdorp wordt nu Pools gesproken. Het bord op het dak is weg en nu is het een migrantenhotel van Flexforce. Directeur Johan Roorda heeft het liever niet over een Polenhotel. Ik vind het ook een hele verkeerde klank hebben en daardoor ageer ik daar ook altijd een beetje tegen. Wat vind je er vervelend aan? Ik vind het vervelend dat er zo gestempeld wordt. Dus, en daardoor zeg maar een groep hardwerkende mensen wordt weggezet. Daar moet ik me tegen verzetten. Elke kamer heeft dus twee bedden, koelkast, bestekservice en eigen badkamer met de bad. Dat is een luxe. De migranten uit Polen en Hongarije verblijven tijdelijk in het hotel en gaan als het werk erop zit weer terug naar hun land. Toch zijn de reacties op Facebook op de komst van het hotel ronduit discriminerend. Polen staan bij veel mensen bekend als notoire drinkers. Deze mensen wat hier wonen, die werken gewoon 5 of 6 dagen per week. En als ze 's avonds een biertje pakken, het is natuurlijk niet erg. Want normaal algemene Nederlanders, als die van de werk terug naar huis komt, dan pakt hij ook altijd een wijntje, toch? Vanaf eind december zal het hotel langs de A4 opengaan. Ze zijn er vanaf, sinds gisteravond. De snorren van de mannen van de Sassenheimse rugbyclub de Bassets. De hele maand november hebben ze hun snor laten staan voor het goede doel. De mannen vragen met hun snor aandacht voor prostaat- en tilbalkanker. De jaarlijkse actie staat internationaal bekend als Movember, waarbij de M voor moustache staat, Frans voor snor dus. Dit zijn de mannen van de Bassets nog met snor. De een wat voller dan de ander, maar allemaal leveren ze geld op voor de Movember Foundation. Die stichting wil kanker bij mannen vroeg opsporen, zodat de behandeling nog effectief kan zijn. En wat is jouw snor deze maand al waard? 50 euro. Nog niet zo heel veel. 40 euro. Maar ja, alle kleine beetjes helpen, zo denken we. Ze proberen met de hele club zoveel mogelijk op te halen. Alle mannen van de club doen mee met de actie, zodat de opbrengst zo groot mogelijk is. Het is een aantal jaren geleden in het buitenland begonnen. En er zijn ook steeds meer clubs en verenigingen in Nederland die eraan mee gaan doen. Ja, het wordt steeds populairder. Als je kijkt naar social media, dan kom je het bijna overal wel tegen. En wij willen daar graag als club ook aan meedoen. En wat drijft jij precies om mee te doen? Nou, het is toch wel een heftige ziekte. Er komt veel voor bij hartstikke veel mannen. Dus vandaar. Nou, is natuurlijk bloedserieus, maar is het ook een beetje een vrouwentrekker, zo'n snor? Nou nee, totaal niet. Ik word alleen maar uitgelachen en ik krijg alleen maar commentaar op mijn werk of op straat of waar dan ook. Maar als je het uiteindelijk vertelt, dan begrijpen ze het wel. Maar goed, dan kan je het wel vertellen en daarmee kan je natuurlijk ook weer geld vragen of ze geld willen storten of geven voor het goede doel. En gisteravond scheerde een echte barbier de snorren er weer af. Wat beviel beter, met of zonder snor? Zonder. Zonder. Zeker weten zonder. Met. Ja, zo'n 10.000 mannen hebben de afgelopen maand hun snor laten staan voor de actie. Ze hebben daarmee bijna €500.000 opgehaald voor onderzoek naar prostaat- en tilbalkanker. Wereldwijd hebben meer dan 700.000 mannen bijna €50 miljoen opgehaald. De echte musicalfan was gisteravond op Scheveningen in het Circus Theater. Daar ging de musical Billy Elliot in première. Op de rode loper, Toet bekend Nederland en wat blijkt... Onze eigen BN'ers herkennen wel iets van zichzelf in De Kleine Billy, die gisteren gespeeld werd door Carlos Puts uit Zoetermeer. Ja, ik herken me daarin, want ik ben natuurlijk ook mijn droom achterna gegaan. Hoewel ik wel wat ouder was dan Billy. Misschien had ik wel eerst moeten beginnen met ballet of met danslessen, maar ja, wel net zo ambitieus als Billy. Maar ik leef mijn droom op dit moment en dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. De heren in smoking, de dames in gala jurken en langs de rode loper cameraploegen en fotografen. Smoke, Mr. Breathway,
De verwachtingen zijn hoog gespannen voor het verhaal over de Britse mijnwerkerszoon die liever danst dan bokst. We hebben hem al een keer gezien, dus we gaan hem vanavond voor de tweede keer bekijken. En ik denk net zo goed, ik ben heel erg benieuwd. Terwijl het buiten giet van de regen, verwachten de sterren dat ze het ook in de zaal niet droog zullen houden. Hoe ga je deze voorstelling in straks? Met een pak zakdoeken en het over me heen laten komen. Volgens mij wordt het een hele ontroerende, mooie voorstelling. Billy Elliot is de komende maanden nog te zien op Scheveningen. De eerste voorstelling is morgen. En dan gaan we naar het weer. Hier is Huub Mizee. De komende week blijven de temperaturen aan de lage kant. Pas vanaf vrijdag zal het langzamerhand weer wat zachter worden. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen althans grotendeels droog. En het afgelopen weekend kregen we die overgang naar koude weer. Zaterdag nog aardig wat zon. 'S Avonds een rustige avondlucht hier zo bij met wat wolkenvelden. Maar de volgende ochtend op zondag bleek het opeens helemaal bewolkt te zijn. Nevelig, koud ook, want zondag werd het ook niet warmer dan een graad of 3. Maar wat opviel zondagmiddag met name was dat er dus een aantal buien kwamen hier en daar. Zoals bij Gouda zelfs met onweer en hagel. En vandaag was het ook weer zo'n grijze dag met een temperatuur van slechts 2 graden. Nou, voorlopig verandert er niet zo heel veel. De komende avond en nacht blijft het bewolkt en nevelig. De wind die wordt noordoostelijk, die gaat een beetje afnemen, wordt matig of zwak. En de temperatuur daalt op de meeste plaatsen tot iets onder het vriespunt. En dan morgen overdag, ook dan weer een bewolkte dag waarbij er wat lichte neerslag kan vallen. Vlak aan zee zal dat mogelijk wat regen zijn, elders misschien ook wel wat sneeuw. Let in ieder geval morgen op de verkeersinformatie. En de wind die we morgen hebben, die wordt wat meer noordoost tot noord. Zal dan weer matig worden overdag. En aan de kust misschien zelfs af en toe vrij krachtig. En ook morgen wordt het niet veel warmer dan een graad of 2. Maar dan woensdag, dan komt de zon weer terug, blijft het droog. En naast die zonnige periode ook wel wat wolkenvelden. En de wind blijft min of meer in de oosthoek. En de temperaturen daarbij aan de lage kant zo tussen de 1 en de 3 graden. Dankjewel Huub en tot zover dit TV West Nieuws. Meer is te vinden op onze website omroepwest.nl en ook op de apps voor de mobiel en de tablet. En uiteraard via de collega's van 89.3 Radio West. Straks hier weer de West Safari. Kurt en Arbel trotseren de kou in Wateringen. En gelukkig kunnen ze al snel schuilen in de warmte van de Sint-Jozefkerk. Het is koud, hè? Kunnen wij als arme zielen daarbij zijn in de warmte? Ik weet zeker dat dat mogelijk is. God is goed, ik ben er blij mee. Gaat hij lekker, Arbel? Ja. Hebben warmte. Nou, dat dus zometeen. En op de hele uren, zoals altijd op maandag, TV West Sport. Met daarin de spits van ADO te gast, Mike van Duinen. En een ex-spits van de Haagse club, Geert den Oude. Het TV West Nieuws is er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Graag tot dan. Nog een hele fijne avond.